Na een glansrijk leven in de schijnwerpers, leidt Patricia Pai, 74, nu een teruggetrokken bestaan met haar 39 jaar jongere echtgenoot, Robert Hinvelaar. Thuis in hun Rotterdamse appartement koestert de zangeres de rust. Muziek is niet langer mijn focus, onthult Patricia aan Story. De drang om in het middelpunt van de belangstelling te staan, is verdwenen. Ik geniet van de stilte, geen gedoe aan mijn hoofd. De entertainmentindustrie is nu anders, medogeloos en persoonlijk. Daar kan ik me niet aan aanpassen. Het gemis van haar ouders weegt ook zwaar op Patricia. Haar vader overleed in 2019 en eind vorig jaar nam ze afscheid van haar moeder. Mijn ouders waren er altijd voor me, zelfs toen ik in Engeland en Amerika woonde. Het verlies laat een enorme leegte achter. Robert mist hen ook. Hij kon het goed vinden met mijn ouders. Mijn vader bewonderde Robert altijd en zei: Wat een knappe man, hè? Dan antwoordde ik: Ja, ik ben niet blind. Patricia worstelt al geruime tijd met heupproblemen, zelfs nadat ze een prothese kreeg. Het wordt nooit beter. Ik loop mank en dat vind ik frustrerend. Ik hield van hoge hakken.